voor de tweede keer bij de selectie. Dan mag je warm lopen. En dan? Ja, dan gaat een gevoel door je heen van trillingen. Dus. En dan ja, en dan roept de trainer je. En zegt hij nog 4 minuten warm lopen. En dan begint het wel echt, echt te lopen. Dus spanning. Maar ja, dan kom je erin en doe je het. Ik vond dat ik het goed deed. Alleen die Schwalbe was wel wat minder. En die Schwalbe zat er 2 minuten in bij je debuut. En dan denk jij, ik ga een penalty versieren. Ja, klopt. Ik nam de bal naar mijn rechterbeen. Maar ik nam hem net, net te hard. Dus ik dacht, laat ik mezelf maar vallen. Misschien is het een penalty. Maar er was geen penalty, nee. Met welke instructie werd je het veld ingestuurd? Met de instructie van diepte belopen. Zodra Royce de bal hebt, de ruimte in de hoek belopen. En zodra Frenkie de bal hebt of Dries, de diepte aan de andere kant te belopen. Dus ik vond dat ik het goed had gedaan. Had je al verwacht dat je nu al bij de wedstrijdselectie van het eerste zou zitten als speler van Jong Sparta? En dat je zelfs in zou mogen vallen? Nee, eigenlijk niet. Ik ben er gewoon mee bezig. Ik ontwikkel me elke dag beter. En als je dan hoort dat je bij de selectie mag zitten voor de eerste keer tegen Goat Eagles, is het een mooi gevoel. Val je niet in, jammer dan. Maar ja, en dan werk je weer naar volgende week toe. En dan hoor je vrijdag dat je niet meegaat met Jong Sparta. En dan begint het wel een beetje. Dan ga je wel een beetje nadenken van, zal het mijn debuut zijn voor morgen? Want je was er gisteren wel, maar je was dus ook al gewoon bezig met deze wedstrijd? Ja, ik was zeker bezig met deze wedstrijd. Ik heb me goed mijn rust genomen. Op tijd ben ik naar bed gegaan, dus ik heb wel naar de wedstrijd toegeleefd, ja zeker. Jamie Brute vertelde toen hij zijn debuut maakte dat hij 's ochtends al 100% zeker wist, dit gaat de dag zijn. Had jij dat? Nee, ik sta nooit met verwachtingen in het leven. Ik denk dat je gewoon 100% moet geven elke dag. En dan word je vanzelf beloond. Wat kunnen we nog verwachten van Youssef El Khadjati? Veel. Ik denk dat ik mezelf nog steeds beter ga ontwikkelen hier bij Sparta. Hopen lang hier te mogen blijven. En een grote speler worden hier bij Sparta.